iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Sam en ik hebben deze avond Halloween Movie Night, dus ik dacht, ideaal, ik ga een beetje all out gaan en ik ga snel last minute versieren. Het is nu bijna 4 uur en Sam komt rond 6 uur thuis, denk ik. Dus ik ga gewoon wat versieren en een paar hapjes maken, Halloween hapjes. Echt eten ga ik niet maken, want we gaan eigenlijk delivery bestellen vandaag. Ik heb van alles gekocht en ik ga jullie een paar zo last minute dingetjes laten zien die jullie ook kunnen doen thuis als jullie een Halloween movie night willen doen. Of gewoon een Halloween avondje met vrienden of met zussen of met uw lief of maakt niet uit. Ik denk wel dat het gezellig gaat worden. Dit zijn alle dingetjes die ik heb gekocht. Een slinger, ik heb spinnen. Milky en Muffin zijn al meteen aan het spelen. Ik weet niet of je hem ziet daar. Maar nu hebben we één spin gepikt. Dan heb ik een pompoentje met snoepjes. Ik heb chips en een pompoen waar ik iets mee ga doen. Ik heb twee wijnglazen, een Halloween thema, plastiek. Een heel klein flesje wijn. Dan heb ik dit. Dat zijn zo, ja, brains. Bloody brains. Snoepjes en dit kommetje. Ik heb ook nog een spinnenweb van de Action. En de Action was echt bijna niks meer. De rest wat ik heb gehaald, zoals dit. Snoepjes. Ik heb kikkersnoepjes. Die glazen. Dit heb ik allemaal van de Carrefour in Hasselt. En dan heb ik lampjes van de Action en een spinnenweb van de Action. En deze bekers. Want ik had dit op Pinterest gezien. En ik ben het dan proberen na te maken. Het enige ding is, ik heb geen zwarte stift. Ik heb alleen maar blauw. Maar ik ga eentje vullen met kikkertjes en eentje met druiven. En snel even naar de Spar gewandeld. En ik heb een zwarte alcoholstift gekocht. Waar ik dat toch mooier vind voor mijn Einstein potjes. Ik heb ook nog een. Oei. Oh, is niet erg. Een butternut pompoen gekocht. Want ik denk dat ik ook nog pompoensoep ga maken. Maar eerst gaan we aan de slag met deze. Want ik ga zoiets maken. Dit had ik ook gezien op Pinterest en leek me wel leuk.
om zoiets te maken. Ik ga wel niet in het hoofd nog een salsa dip doen. Maar oei. Ik ga eens kijken. Ik zag hier net nog eentje. Zoiets-achtig maken. Mijn pompoen is klaar, maar ik ga wel nog wachten met de guacamole en zo. Want anders gaat dat zo bruin worden. Het is nu 5 uur, 5:10. En ik denk dat Sam pas rond 6:30 of zo thuis gaat zijn. Dus ik ga gewoon, denk ik, nu soep maken en nog wat chillen. Mijn soep is aan het koken. Ik ga die 18 minuutjes ongeveer laten koken. En nu ga ik aan de slag met deze 3 mandarijntjes. En daar ga ik kleine pompoentjes van maken door er een gezichtje op te tekenen. Sam eet heel graag mandarijnen. Ik echt niet. Maar ik kan dat wel eens lekker vinden. Maar ik vind dat niet zo lekker. Dus ik ga die nu tekenen met mijn stift. Dit zijn mijn Halloween pompoentjes, mandarijntjes. Ik vind ze wel schattig. Dit was de eerste, as you can see, denk ik wel. En dit was de laatste. Ah, cute! En als Milky is hier zot aan het worden. Milky, wat zou je gaan doen? Wat zou je die muis aan het pakken? Oei, oei. Die is hier onder. Hier, pak hem maar. De muis aan het vangen. Oh, die gooit dat daaronder, hè? En dan probeert hij dat terug te vangen. Oké, maar dus als jullie mij kennen ondertussen, weten jullie dat ik niet zo'n avondje, een speciaal avondje kan doen zonder speciale pyjama. Dus ik ga deze pyjama aandoen van Undies. Oei, dat zijn mijn sokken. Maar ik ga deze broek aandoen. Buffy. De Vampire Slayer t-shirt en de Crazy Demon trui. Tada! Dit is de outfit, broek, t-shirt en de trui. Die ga ik er nu bovenaan doen. Oei, kaartje hangt er nog aan. Ik heb deze trouwens in een medium genomen. Oh yeah, baby! Oh yeah. Oei, mijn haar. Thank you.
Oké, het is klaar voor de movie night. Zo ziet uiteindelijk onze tv eruit. Het spinnenwebben, nog een pompoen. Doodskop die Sam ergens nog had. De rest is hetzelfde. Dan heb ik de zetel veel groter gemaakt met dat stuk eraan. En onze lakens erop gelegd. Hier hebben we... Ja, je gaat het niet zo goed zien. Maar ik doe mijn best. Hier hebben we het kannetje met de snoepjes allebei. De pompoen die oren heeft. Daar hebben we wijn, de wijnglazen en de druifjes. In de, hoe noemt die weer al? Lap, nu kwam ik er niet meer op. Maar alleszins, ik weet het wel denk ik. En daar hangen de sprookjeslampjes. Natuurlijk moeten mijn vleesjes er nog bij. Maar ik ga heel even wachten tot Sam aanbelt. Want anders gaan de katten dat sowieso opeten. Want die zitten daar al heel de tijd. En dan gaan we s'avonds ook pompoensoep eten. En dan gaan we daarna denk ik bij Deliveroo pizza of pasta bestellen. Sam's hier. Oh. Oh, de eerste verschietactie. Nee, zeg het. Het is niet zo verschietend hoor. Er is niks verschietend. Je weet, ik hou niet van enge Halloween. Wow. Oh my. Wat is dat allemaal? Wow, dat is chic. Ik heb het gezellig gemaakt. Ja, gezellig. Amai, dat is chic. Kijk, mijn pompoen. Oh, ja. Die gods guacamole. Met spinnen. Chic, hè? Oh, jong. En kijk, deze. Hoe noemt die weer al? Frankenstein. Die heb ik ook gekleurd zelf, hè? Ik allemaal zelf gedaan, hè? Ja. Oh, ja. En mijn pompoen heb ik ook zelf gedaan. Dit zijn hersenen, snoepjes. Dit zijn ook snoepjes. Oeh. En kijk mijn mandarijntjes die ik voor u heb gemaakt. Oh, shit, is dat aan. Amai. Mooi. Hoe cool is dat in die bekers? Ja. Ik heb wel maar een klein flesje rode wijn meegenomen. Perfect, dat is meer als genoeg. Ja, amai, het is zo chic, en die lampjes. Ja? Ja. En heb ik rond de tv gezien. Dit is chic. En ik heb je doodskap nog eens boven gehaald. Ja, dat dacht ik, die kan je wel gebruiken. Ja. Heel chic, schatje. Amai. Ja? Dat is cool. Woehoe! En ik ben een, hoe zeg je dat, horrorfan, dus ik vind dat wel chic allemaal. Maar ja, oei, je zit kei onscherp. Wat moet je daarmee zeggen? Oei, oei, dat gaat echt niet. Het is te donker. De muziek past er wel niet bij. Ja, nee, ik had gewoon mijn muziek op staan. Milky heeft zich op de troon gelegd. Hè, Milks? We hebben bloed om te drinken. Vers bloed. Vers bloed, vers van de pers. En onze salamiekes met spinnen. Dat is geen salami, hè? Nee, wat is dat dan? Dat is prosciutto mensen salami, hè. Ah ja, dat is mensenvlees eigenlijk, hè? Ja. Ja, en dat is ook rot, want daar zitten spinnen op. Ja. Zo, onze movie night zit erop. Onze Halloween night. Halloween movie night. Mm. Vond je het leuk? Ja, echt chic. Ik vond het echt gezellig hoe je het hier gemaakt hebt. Ja, ik vond het ook wel leuk. Lekker gegeten. Mm-hmm. We hebben Hotel Transylvania gezien, zo'n tekenfilm van Halloween. Ik hou niet van horrorfilms, dus daarom. En dan hebben we The Adventures. Sabrina gezien? Chilling Adventure of Sabrina. En dat is nu op Netflix, dat is zo'n reeks.
En dan gaat het blijkbaar over Sabrina de Teenage Witch. Ja, zoiets, ja. In de vroegere jaren, denk ik. Het was wel... Oké. Okay. Vond het wel chic nog, allee. Ja, ik vond het wel oké. Okay. Soms vond ik het even saai, maar voor de rest was het wel oké. Okay. Het was wel goed. Oké, okay, we gaan de vlog hier ook afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Hopelijk. Hopelijk? Ja, ik hoop het echt. Ik ook. Ja. En wij zijn jullie heel graag terug. Morgen! Morgen!